Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Robert, jij mag je circuitdirecteur noemen van het circuit Zandvoort. Dat lijkt mij toch wel een droom voor iedere jongen die een doel heeft om ooit iets te doen in de wereld van de racerij. Ja, nou, dat is leuk dat je dat zegt. Die vraag heb ik nog niet eerder gehad. Maar dat was vroeger geen doel op zich, kan ik jou vertellen. Kijk, ik kom natuurlijk van origine niet uit de autosport. Ik kom uit de evenementenbranche. En ja, dan is het natuurlijk wel de kers op de taart dat je uiteindelijk directeur van een circuit wordt. Waar ook nog eens een keer na 36 jaar de Formule 1 terugkeert. Ja. Ik denk dat best een aantal mensen met mij zullen willen ruilen. Je wordt denk ik doodgegooid met vragen inderdaad van hoe het beter kan, hoe het groter kan, hoe het enthousiaster kan. Maar is dat eigenlijk wel nodig? Zijn jullie niet gewoon tevreden als jullie gewoon eigenlijk de editie van vorig jaar, die perfect ging, kunnen evenaren minimaal? Nou ja, dus ik vind, je leidt er mooi in. Hè? Je moet je de vraag stellen van, joh, moet het nog groter, moet het nog enthousiaster? Of was het dat vorig jaar dan niet? Volgens mij hebben we vorig jaar een fantastisch evenement neergezet. Ondanks allerlei beperkingen. Ondanks het feit dat helaas 1/3 van onze bezoekers er niet bij konden zijn. Schitterende uitslag, die gaat niet meer beter worden. Maar we willen die 1/3 mensen, deel van de mensen die we hebben moeten teleurstellen, die willen we ook een schitterend evenement voorschotelen. We kunnen het entertainment stuk nog uitrollen. Dus nog genoeg zaken die we wel mogen ten opzichte van vorig jaar. Je haakt terecht aan eigenlijk, het kan niet beter. Ja, tenzij Max Verstappen ook nog de snelste raceronde pakt, dan zou het nog een beetje mooier zijn. Er komen sowieso meer bezoekers bij. Wat doen jullie achter de schermen misschien om in de village, op het terrein zelf, om het nog beter te maken dan vorig jaar? Nou kijk, uiteindelijk hebben we het evenement vorig jaar natuurlijk ook al voorbereid op 110.000 bezoekers per dag. Alleen toen mochten we last minute dat niet uitvoeren. Maar het stond wel klaar. En de planvorming was er ook. En natuurlijk in zo'n eerste evenement leer je van zaken die je ziet. En met betrekking tot crowd management. Beter het verplaatsen van een tent. Beter 5 meter naar links. In plaats van 1 groot podium. 4 wat kleinere podia verspreid over terrein. Dus natuurlijk hebben we learnings van vorig jaar. En die hebben we doorgevoerd in de organisatie van dit jaar. Als je uit de rol stapt van directeur en je bent gewoon een raceliefhebber, eventueel een coureur. Zijn er dingen die jij persoonlijk aan het circuit nog zou willen aanpassen? Zou zeggen, je hebt totaal de vrije loop? Nou, kijk, uiteindelijk, maar dan moet ik terug naar de plannen die we ooit hadden voor Michael Masi. Toen Charlie Whiting nog leefde en met hem hebben we natuurlijk de eerste plannen doorgenomen van het circuit. Toen was er bijvoorbeeld helemaal nog geen sprake van de verlengde pitstraat die er nu is. Dan zouden ze zeg maar gewoon in de Tarzanbocht de baan opkomen. We hebben die kombochten neergelegd, maar we hebben de DRS-zone nog niet mogen gebruiken. Nou moet je je afvragen, moet dat dit jaar met de nieuwe auto? Want er wordt zelfs zonder DRS-zone ingehaald. Waar het ons om gaat is dat de nieuwe auto's dit jaar veel meer spektakel laten zien op alle andere circuits. En wij gaan ervan uit dat dat ook dit jaar hier zal gaan gebeuren. Je haakte het net wel al heel even aan, het DRS. Heel veel fans en liefhebbers die vragen zich inderdaad af, gaat die DRS eerder open? Wat zou je erover kunnen zeggen? Nou, wat ik erover kan zeggen is dat de laatste data, vanwege het feit dat we een nieuwe auto hebben dit jaar, de laatste data wordt gedraaid, hè, wordt gesimuleerd. En op basis daarvan zullen de nieuwe wedstrijdleiders een besluit nemen of dat ze die DRS-zone op die plek dit jaar wel gewoon gaan doen. Nou, wij zien dat heel positief in, maar nogmaals, ook al zou dat niet gebeuren, is er ook zonder DRS met deze auto's prima in te halen. De voorbereidingen voor deze editie zijn in volle gang. Ik kan me voorstellen dat jullie achter de schermen ook al met plannen bezig zijn voor de editie van 2023. Maar hoe zit het met het gat daarna? Met de steeds veranderde racekalender, giganten zoals Miami en Las Vegas die erbij komen. Hoe zien jullie positie in 2024 of 2025? Nou, gelukkig heeft Formula One Management gezegd dat zij dolgraag met ons door willen. Hè? Dat zij graag willen dat wij ons contract gaan verlengen. Van de andere kant, wij zijn geen Bahrein, hè, dus we kunnen niet zomaar ons contract verlengen tot 2036. Ik zou willen dat we dat zouden kunnen, maar we zijn een 100% privaat gefinancierd evenement. Dus wij moeten nu eerst een keuze maken over 2024-2025. We staan er fantastisch voor, laat dat helder zijn. Maar we hebben wel, en onze kaartkopers en onze sponsoren, hebben we allemaal nodig om voldoende comfort te hebben om ja te zeggen tegen 2024 en 2025. En we zullen ergens begin november zullen we daar de definitieve knoop over doorhakken. Robert, de verhalen klinken goed en laten we gewoon hopen dat we dit de komende jaren nog op Zandvoort voort kunnen zetten. Absoluut, ben ik met jou eens. Deze video werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.